Deze afgelopen herfstvakantie reisde ik af samen met mijn familie naar Curaçao om te leren duiken. Curaçao staat bekend om de prachtige stranden, geweldige koraalriffen en natuurlijk de heerlijke temperatuur. Tijdens deze vakantie maakte ik kennis met Casper, mijn duikleraar, en hij heeft mij gevraagd om iets heel bijzonders te doen, namelijk jagen op de koraalduivel. De koraalduivel is een vissoort die niet alleen heel erg giftig is, maar het is ook nog eens een plaag op het rif, want het is een uitheemse soort en hij voert druk uit op het ecosysteem. En daarom vangen wij deze vissoort weg. Dit is uiteraard niet het enige wat we in Curaçao hebben gedaan, dus voordat wij hieraan beginnen, laat ik jullie nog even zien wat er allemaal te beleven valt op dit geweldige eiland. Veel kijkplezier! We gaan vandaag naar een duikplek. We rijden nu ergens door de Curaçaose jungle, wildernis. Ik zal even wat filmen voor jullie. Het is wel vet. Off-road weggetje om bij de duikplek te komen. Vinden jullie het spannend? Ik vind het heel spannend. Lekker stoffig weggetje. Een kak tussen. Heb je al goed geveegd? We hebben weer dikke camera's mee. Deze pipo's gaan weer dikke foto's maken. Marjolein die heeft mij dus gisteren gefilmd tijdens het duiken. Want ik had een heel klein spoeltje mee. Met daarop een jigje. Dus ik probeerde een paar kleine groepjes te vangen. Dat was best goed gelukt. We gaan zo meteen een hele andere soort duik maken. Als het goed is kunnen we daar ook vissen vanaf de kant. Ik heb er 2 hengels bij me. Ik heb zelfs een speer bij me. Een harpoen. Die harpoen. Die is voor als we lionfish tegenkomen. Die komt nog een klein stukje rijden. Maar dat gaat nog wel. Ja, we hebben niet echt de beste auto ervoor, maar ach, het is oké, het is oké. Beetje hobbelig. Het is hier zo vet, jongens. 35 graden elke dag. Water, het zeewater is 30 graden. Het is voor mij de eerste ervaring hier, maar ik raad het jullie zeker aan om gewoon eens naar Curaçao op Ponef te gaan. Dan heb je het gaan duiken. Het is wel heel nice. Je wordt gewoon één met de vissen. Kijk, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Je ziet al daar al blauwe water. Oeh. Nou, dit was geen ticket die rijden. Oh, hier mogen we parkeren. Onze moeder die laat de onze moeder, ons man. Kijk, daar gaat ze. Blop! Hoe bezig is ons man? Oh. Oude wiewa! Jackson meisje, wat is hier mooi hoor! Ik weet je het. Wauw! Dit is vet. Nou, deze jongen is ongeveer 30 seconden op deze duikplek. Zie je? Een hengel. We hebben ook gelijk vis. Wat is het? Ah, nog een keer. Vang je wat? Hij vangt wat. Hè? Heel vet. Wil je een worpje maken, Martin? Eentje. Wauw. Voordat we duiken nog even een worpje maken. Ja, lekker! Ja, nee, heel klein. Red! Nice! Ja. Kijk, zo mijn zusje is even aan het vissen. Voor het eerst. Ja, had je er een? Had je een tik? Ja. Ja. Draai maar binnen. Helemaal. Ja. Lekker, een stukje mango. Voor het duiken nog even een fruitje. En al de eerste vis gevangen. Let maar op. Niet hier zo, maar kijken, op een plek. Klein strandje in the middle of nowhere. Super vet. Oké, het was weer een lekker dagje. Maar mijn GoPro is gesneuveld. Dus we gaan zo meteen even kijken of ik mijn beelden nog heb. SD-kaart zeiknat geworden met zeewater. Ik heb hem wel gelijk afgespoeld, dus ik hoop dat hij het overleefd heeft. We gaan nu onderweg naar het huisje. Ik heb al echt 2 super mooie duiken gemaakt. Maar ja, sowieso mijn GoPro stuk. En er is ook nog kans dat mijn SD-kaart niet heeft overleefd. Ik hoop echt dat mijn SD-kaart nog doet. Het zou echt zonde zijn, want dan ben ik gewoon beelden van een paar dagen kwijt. Inclusief het vissen van gisteren. En het duiken van de afgelopen week. Dat zou echt kut zijn. De GoPro is gesneuveld onder water. Balen. The next day. Kom je uit je huisje lopen om even je spullen klaar te zetten voor de duik. Dan loopt dit in de achtertuin. Hallo. Meneer, de lege waar. Ik eet alleen maar plantjes. Ik kan ze fruit voeren. Maar hij is best wel groot. Het is wel een beetje belangrijk deze. Dus ik klim graag op de bomen. Mijn vriend. Oh, de huistortoise. Hallo tortoise. Hij houdt van mango. Mango. Kijk maar, dat vindt hij echt jam. Hij is op. Hij is op. Ja. Eet maar. Spinkel. Ik drink maar even van naar binnen. Oeh. Pakt in één keer zo je hele vinger mee. Leesje. Oei. Er zweven daar vogels. Gewoon midden in de lucht. Jij krijgt hem op je schoot. Ja, die staan gewoon stil. Moet je kijken. Ah. Vandaag heb ik iets speciaals in petto. Want ik ga samen met mijn duikinstructeur Casper van Porto Marie Sport. Gaan wij vandaag iets heel leuks doen, want we gaan namelijk met deze speren proberen een niet-inheemse vissoort te vangen. En deze vis die zorgt voor wat probleempjes, hij heeft geen natuurlijke vijanden. Daar ga je zo meteen meer over vertellen. Oké Casper, wat is vandaag de bedoeling? Ja, we gaan vandaag proberen lionfish te vangen, lionfish of koraalduivel in het Nederlands. Ja. Een uitheemse vissoort die hier niet thuis hoort, geen natuurlijke vijanden heeft, zich heel snel voortplant en heel veel kleine visjes eigenlijk opeet, waardoor het ecosysteem niet meer in evenwicht is. Die gaan we vangen met deze speren. Paalspeer, of een Hawaiian sling ook wel genoemd. Een Hawaiian sling? Een Hawaiian sling. Heel eenvoudig systeem eigenlijk. Het is een paal met een scherpe drietand, met wat deze heeft, wat weerhaakjes, zoals je kunt zien. Dus je bent Poseidon straks onder water? Zoiets. Kijk, die staat zo op de foto. Ja. Ja. En er zit een rubberrijden sticker. Hier een bungee, surgical tubing heet dat. Kun je uitrekken. De manier hoe je hem hanteert. Ja, rekt, elastiek uit. Zodat er spanning op komt. En als je dan de speer loslaat, dan schiet hij in één keer naar voren. Gaat hij hier nu niet doen. Cool. Nee, dan schieten we straks een of andere persoon. Maar we kunnen het wel even in het zand schieten zo. Ja, dat is goed. Ja. Nou ja, ik ga het ook onder water laten zien natuurlijk. Ja, we gaan 2 duiken maken vandaag. Eentje op de Spanish Anchor. Het schijnt wel een wilde rit te zijn. En dan gaan we nog een duikje maken hier vlakbij, toch? Ja. Eerste duik bij Spanish Anchor, hier in de buurt. Bij Willywood, vlakbij het Willywood zijn. Beroemd. Staat ook op mijn t-shirt trouwens. Nice. En de tweede duik hier bij Playa Hondu. Cool. Zin in. Let's go. Ja. Ja, Casper heeft dus al een beetje uitgelegd. Maar we gaan dus in ieder geval op die lionfish, op de koraalduivel jagen. En deze vis die is super lekker om te eten. Dus de vissen die we vangen, die nemen we ook mee voor consumptie. Hey, kijk wie we het haar hebben. Hallo. Hallo. Hallo, kijk het eens uit. Wat is passiert? Ja, wat is passiert? Nou, ik zat dus net even te vertellen dat we op lionfish gaan jagen. Ja. En dit zijn mijn onderwaterfotografen. Zal ik een paar foto's voor jullie laten zien die jullie hebben gemaakt? Ja, natuurlijk. Ja. Kom eens aan. Wow, wat een mooie foto's. Nou, goed. Wij gaan zo lekker ons eerste duikje maken. Jullie hebben alvast even gezwommen. Ja. Ik ben benieuwd of we wat gaan vinden. We gaan 2 duiken maken. En ja, kijken of we lionfish kunnen vangen. Ik ga ook laten zien hoe je hem schoonmaakt. En misschien dat we ze nog wel gaan eten, maar dat weet ik niet zeker. Maar anders dan eet Casper ze op. Leuk. Benieuwd. Een weertje hier, hè? Ja, die normaal. Zeker. Lekker. Nou goed, let's go. Ja, kijk hoe we zijn er. Casper er ook klaar voor? Zeker. Lekker man. Gaan we daken? Zit in joh. Laatste dagje. Ja, morgen snorkelen. Het gaat snel hè? Ja. Is de week weer voorbij. Ja. Maar ja, we gaan duiken. We zijn zojuist aangekomen bij de allereerste duikstek. We gaan hier het water in, steile wand naar beneden. Schijnt hier heel veel lionfish te zitten. Nou, zoals jullie net hebben gezien, wild ritje. Spanish Anchor heet deze locatie. Gaan we naar beneden. Oké. Okay. Let's go. Klaar voor pap? Helemaal klaar, ja. Top. Nou, let's go. Win voor jou. Super. Kijk, op een goede jacht. We duiken op een rustig tempo langs het rif en zoals je ziet zwemt Casper zijwaarts. En dit doen we omdat de koraalduivel een master is in het verstoppen. Ze zitten vaak in de schaduwrandjes van het rif, onder overhangende stukken koraal, dus je moet heel goed kijken en ze hebben best wel een goede schutkleur. De koraalduivel is niet bang omdat hij vertrouwt op zijn giftige stekels, dus je kan vrij dichtbij komen, maar desondanks betekent het niet altijd dat je raak schiet met je speer. Hij blijft vissen, dus vangst is niet gegarandeerd. Laten we kijken of we er een paar kunnen vangen. Casper geeft het signaal dat hij een lionfish heeft gespot. Onder dit stuk koraal zitten meerdere vissen verstopt in een diep gat en hij besluit dat ik de linker moet pakken. Ik zwem er naartoe, alleen ik kan er maar net aan bij met mijn speer, dus het filmen lukte niet zo goed. Ik stop mijn speer in het gat en helaas schiet ik mis. De koraalduivel ontsnapt en gaat er vandoor. Gelukkig heeft Casper die van hem nog op het oog en het lukt hem om de eerste vis te speren. In zijn linkerhand heeft hij een speciale buis, dat heet een zookeeper. Daarin kan je de koraalduivel bewaren zonder dat hij jou kan steken met zijn giftige stekels. We besluiten verder te zoeken naar meer vissen. Casper ziet een nieuwe lionfish en ik zwem er naartoe. Helaas is ook deze vis mij te vlug af. Dit keer spot mijn moeder een lionfish en ik zwem er naartoe. Als ik dichtbij kom zet de vis zijn stekels op om zichzelf te beschermen. Maar bescherming tegen de speer gaat niet werken. Yes, de eerste is binnen. Dat is 1 lionfish minder op dit rif. Casper spot de laatste 2 lionfish van deze duik en als je goed kijkt zie je ze naast elkaar zitten. Hij speert er eentje, maar helaas zit deze vis vast met maar 1 puntje. Hij weet te ontsnappen en dit was onze laatste kans van deze ochtendduik. Onze lucht is bijna op, dus we zwemmen weer terug. Oké, de ochtendduik. Ja, 5 vissen geschoten, 2 gevangen. Dit zijn ze. We gaan ze even schoonmaken. Casper gaat mij laten zien hoe het moet. Ik heb er 1 gemist, 1 geraakt. En Casper die heeft er 1 of 2 geraakt. Alleen eentje schoot los en dan eentje mis. Maar ja, toch 2 mooie visjes gevangen. Casper die gaat mij nu even laten zien hoe het werkt. Casper, wat heb jij voor moois? Ik heb een schaar. Gewoon bij de bouwmarkt. Ja. Een beetje stevige schaar. En een stukje plexiglas. Oké, nou, mooi. Een bord kan ook een bocht zijn, kan van alles zijn. Laat maar zien. Wat je wilt gebruiken. Ja? Je kan ze dus in de bek pakken, want ze zitten eigenlijk gewoon helemaal boordevol stekels. Over de rug, in de buikvin. Deze kunnen ze ook heel goed richten. Ik heb ze toen in Djibouti gevangen en dan ging alles helemaal naar voren. Richting je vingers. Je moet er echt mee oppassen. Ja, je kunt ook zien. Hier zitten geen stekels in. Zie je dat witte? Ja. Ja, dat is de andere. Daar, die uiteindes, die zijn giftig. Ja, daar zit het gif. Het zijn gewoon holle naalden en als het goed is loopt er een gifzakje hier in de rug. Ja, ze hebben geen tandjes, hè? Ze hebben een beetje ruw mondje. Een beetje schuurpapierachtig voelt het aan. En daar kun je ze gewoon bij vastpakken. Ideaal. Deze die zijn al dood. Ja. En ik ga beginnen met de stekels eraf knippen. Dan laat ik op dat plaatje vallen. Perfect. Okay, duikstekels. En hier. De volgende. Linker borstvin, hopla. Heel belangrijk dat je dit eraf haalt voordat je gaat fileren. Ja. Zit daar ook nog stekels in? Hier zit ook nog de anaalvin. Ja, anaalvinnen, ook nog stekels. Wauw. Staart hoeft niet, kan er wel af, je kunt het toch niet eten. Dus... nee, er zit geen stekels. Dit zijn de meest venijnige stekels. Bij deze vis valt het nog wel mee, dit is niet zo'n hele grote. Maar hoe groter de vissen zijn, hoe harder en dikker die stekels ook, ook worden. Een beetje een zielig kaal visje zonder stekels. Hè? Ja, perfect. Kan je mooi fileren. Ja. En dit is super lekker als ceviche, maar ook gewoon op de barbecue hoor ik. We zeggen altijd, alles wat je met een witte vis kunt doen, kun je ook met dit visje doen. Nice. Dus dit is een witte vis. Ik ga beginnen met de ingewanden eruit te halen. Doe ik gewoon met schaartje. Ik knip hem hier open. Ja. En dan knip ik hem verder open richting de kieuwen. Ja. Hier naartoe. Schaar even weg. Ja. En dit is het moment waarop de handen vies gaan worden. Ja, maar dat zijn we gewend. Het ingewanden. Zwemblaas. Je ziet ook de zwemblaas, die is helemaal opgeblazen bij deze. Dat is niet altijd zo, maar in dit geval is die helemaal opgeblazen. En hoe heet het bij de duikers, de zwemblaas? Een BCD. Ja. Met de zwemblaas regelt een vis zijn drijfvermogen. Ja. Kieuwen eruit. Als je het heel goed doet, dan trek je in één beweging eigenlijk alles eruit, inclusief kieuwen. Ja. Nou, ik wil het nu 2 keer trekken. Als het eenmaal dood is, is er geen... Nee, de stekels... stekels blijven steken, je moet ze afknippen. Zolang ze giftig zijn, zolang de stekels nattig zijn, blijven ze giftig. Dus hier nog steeds voorzichtig mee zijn. Ja. Wat ik vaak doe, is ik doe hem in zilverpapier. Ja? Met wat uitjes, wat knoflook, wat pepertje, een stukje mango misschien zelfs, als je daarvan houdt. En dan even 10 minuutjes, kwartiertje op de barbecue, dichtgevouwen. Ja. En dan komt hij helemaal zacht eruit. Helemaal zacht. En dan eet je hem eigenlijk gewoon van het bot af. Op je bocht eet je hem van het bot af, dan blijft het. Er zit heel weinig graten in, er zit alleen maar eigenlijk de hoofdgraat, de ruggengraat. Verder heel weinig zijgraadjes, dus het is een heel makkelijk visje eigenlijk om te eten ook. Oké. Cool. Wil jij hem? Ja hoor. Dit is hem dan. Zullen we hem ook proberen? Ja. Spulletjes zijn klaar. Nice. Leuk autootje. Ja toch? Ja. Van Casper om je wezen. Je hoeft niet te tanken, het gaat oké. Spulletjes gaan erin. Hey, en ik heb gehoord dat we op een privéstrandje zitten. Vissen. Ja man, lekker. Kijk, autootje ligt vol. Hengeltjes mee, speren mee. Duikspullen. Volgens mij zijn we klaar toch? Helemaal klaar. Zo jongens, daar gaan we. Joe! Bye bye! Dan gaan we lekker duiken. Laatste duik. Ja, laatste duik. Ik ga het hek open doen. Dat is goed. Casper die heeft hier dus zijn eigen duikschool. En ik heb bij hem PADI gehaald. Als je naar Curaçao komt en je zit hier in de buurt, ga hier je lessen volgen bij Porto Marie. Echt super nice. Ik had het in 2 dagen gehaald. Lekker snel, kan ook gewoon. Als je een beetje leergierig bent en je hebt al tevoren alvast je theorie gedaan, dan kan je het gewoon in 2 dagen halen. Dat is ideaal. Goed, wij moeten nog een klein stukje rijden en dan gaan we lekker duiken. We zijn er! Zo, daar zijn we dan! Aangekomen op dit prachtige strandje. Kijk eens even om je heen. Heerlijke plek. Oh man, het zonlicht is zo fel. Ik kan mijn ogen bijna niet open houden. Oeh. We hebben net een heerlijke duik gemaakt. En we hebben goed gevangen hè? Ja, een stuk of 10 denk ik dat we er hadden, toch? Ja, zeker. Ik had dus een beetje pech, mijn GoPro die doet het niet meer. Maar gelukkig had Marjolein de grote camera bij zich, dus die heeft 3 vangsten als goed is goed kunnen filmen. Ja, wat een pech. Helaas ging mijn GoPro dus niet meer aan. En mijn zus die had voor haar camera niet de juiste settings om te filmen. Hier toch een paar beelden van 3 van de vangsten die we hebben gemaakt. Daarna nog even een klein visje. En dan zit ons Curaçao avontuur er helaas alweer op. Wij hadden het autootje laten staan. We dachten, nou, maak maar even een woordje met de hengel. Dus we gaan even kijken of we het kunnen vangen. Dan gaan we terug. Dan gaan we jullie de lionfish laten zien. En dan zit de dag er alweer op. De laatste duikdag, maar pas meer duiken. Kijk, eerste woord, let op. Hij zwemt hiervoor, die greep. De koeper kan hem pakken. Ja. Ik denk die greep hiervoor zit. Ja, hij komt krap. Dat is geen greep, nee. Het is veel mooier. Kijken. Klein baarsbrugje. Wauw. Wauw. Vet, hè? Ja. Likkertje. Heel mooi. Hij heeft zo'n mooie blauwe vin achteraan. Ja, hè? Ja. Oh, hij komt zijn vis uit. Ja. Oh, dat vind ik zonde. Eet hem op. Eet hem op. Doe je mond dicht. Bye bye. Zo, dan gaan we eens even kijken naar de vangst. We hebben er aardig wat hoor, moet ik zeggen. Het is best goed gegaan. Dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Casper, 12 stuks. Ja. Plus 2. Jup. Plus 2 van de 14, niet verkeerd gedaan. 12 stuks. Dag zit erop. We hebben 14 mooi schoongemaakte koraalduivels. Deze gaan mee. Misschien gaan we straks nog barbecuen en anders dan eet Casper ze later op. Het was in ieder geval een hele leuke video. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Mocht je hier nou in Curaçao zijn, ga dan even naar Porto Marie. Ga hier even duiken met Casper. Je kan ook een proefduikje maken. Je hoeft niet per se de hele cursus te doen. Super gaaf, kan het je zeker aanraden. Als je boven de 10 bent, dan mag je dit al doen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like als je het leuk vond. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En zie ik jullie graag bij de volgende video. Mazzel en tot ziens.